kinderen komen hier binnen ook en hebben het idee, dit wordt een acteerwedstrijd. Nou, ik ben geen wedstrijd. Dit is mijn kantoor. Ik ben Elske Valkena. Ik ben 46 jaar. Ik woon in Amsterdam. En mijn beroep is casting director. Hier ontvangen we de ouders en de kinderen aan een lange tafel. En dat doe ik al zo'n 17 jaar. Ik ben begonnen in mijn eentje. Een van mijn eerste grote series was Doenja en Daisy. Daarna was mijn eerste grote kinderfilm Lepel. Sindsdien heb ik heel veel kinderfilms gedaan. Ik geloof dat wij nu inmiddels iets van 60 speelfilms hebben gecast. En dan is dit de castingruimte. En het is expres geen witte ruimte met grote lampen. Wat je wel vaak ziet in castingstudio's. Omdat ik het ook belangrijk vind dat de kinderen zich lekker op hun gemak voelen. Wat ik belangrijk vind bij het casten is om te zien of een kind echt spelplezier heeft. Dat vind ik het allerbelangrijkste, dat hij het echt leuk vindt om te doen. En een bepaalde weerbaarheid is belangrijk, want het is best wel wat om op een filmset te staan. Het zijn soms pittige, lange dagen. En dat je een kind vindt die snapt hoe het is om in bepaalde situaties die hij normaal in zijn leven niet maakt, om dan toch zichzelf te blijven. En dat ook nog een keer 20 keer, 30 keer kan herhalen. En dan spreek je echt van een talent. Dat kan niet iedereen. Oké, dames, zullen we dan even eerst gaan opwarmen? Gaan we even loskloppen? Er komen wel regelmatig kinderen langs die het dan heel spannend vinden en dan echt vlekken hebben van de zenuwen. En dat wordt ook in de loop der jaren, heb ik gemerkt, ook wel steeds erger. Want alles is tegenwoordig een contest. Alles is een wedstrijd. Of je kun je goed zingen, kun je goed dansen, kun je goed cupcakes maken. Alles wordt in een contest gegoten. Dus kinderen komen hier binnen ook en hebben het idee, dit wordt een acteerwedstrijd. Nou, ik ben geen wedstrijd. De bedoeling is van onze castings dat het leuk is om te doen. Dat het een leuke ervaring is. Hey, en wat vind je nou precies zo leuk van acteren? Nou, dat je net alsof kan doen dat je ziek bent of dat je boos bent of nieuwsgierig. Ja, dat je gewoon andere dingen kan doen dan normaal, hè? Maar ieder kind is speciaal. Ieder kind is goed zoals hij is. En ieder heeft zijn eigen talent en zijn eigen pad te wandelen in dit leven. En dat is iets wat de kinderen heel erg proberen mee te geven. Ook los van het casten, gewoon ook met kinderyoga of met andere dingen die ik doe. Om kinderen te laten zien van, hé, ik zie je en je bent speciaal zoals je bent. Oké, heel goed. Dat ging echt supergoed. Voelden jullie dat? Ja. Hier zijn alle loombandjes en wol, wat ik volgende week ga meenemen naar Lesbos. Dus dat zijn we nu allemaal aan het inzamelen. Over een week ga ik naar Lesbos. Daar was ik met kerst, was ik er ook al. Ik ga werken voor de organisatie Because We Carry. Die zit daar al vrij lang. Dus in het begin zijn drie yogavrouwen die zagen op tv hoe alle boten werden binnengehaald. En die dachten ze van, we moeten iets doen. Dus die zijn erheen gegaan met allemaal babydragers, met allemaal babydoeken. Met het idee, al die mensen moeten lopen, die moeten hun kind bij zich houden. Die moeten in een draagdoek. Maar daar aangekomen kwamen ze er al vrij snel achter. Ja, maar er is heel veel meer nodig. Kleding, medicijnen. Super fijn, dankjewel. En mijn manier is om daar zoveel mogelijk als ik kan, daar tijd voor te maken, vrij te maken en daar regelmatig heen te gaan. Gaan met de kinderen spelen, sminken, loombandjes maken. En ik probeer volgende week met het team wat ik meeneem ook met ze te dansen, toneelstukjes te verzinnen. Ik ga zeker proberen dan 's middags met kleinere clubjes kinderen echt iets met ze te doen.